Hoi en welkom bij weer het tweede deel van De Adelaar is geland. Waarin ik je dit verhaal verder ga vertellen over de grootste complottheorie aller tijden. Heb je de vorige aflevering niet gezien, dan kan je deze video gewoon niet kijken. Dus ga zeker de vorige aflevering kijken. Als je die nog niet gezien hebt, die is precies een week geleden online gekomen. Wat leuk! Maar nu gaan we meteen verder met het verhaal. Ondertussen is het in de film dus duidelijk dat Churchill een weekend zou doorbrengen in een landhuis op minder dan 7 mijl van een verlaten kustlijn. Oftewel echt de ultieme plek om deze operatie te laten plaatsvinden. En Radel, een beetje de hoofdpersoon van de vorige aflevering, die zoekt iemand die een beetje kan voorbereiden in Engeland, de ontvoering daar kan regelen en veilig weer terugkomt naar Duitsland. En dat wordt Mr. Devlin. Mr. Devlin is een soldaat van de IRA. En de IRA is een beweging die wil dat Noord-Ierland en Zuid-Ierland weer samen één Ierland worden. Want even een kort geografisch lesje. Noord-Ierland hoort bij Groot-Brittannië en Zuid-Ierland is onafhankelijk. En dus daar ligt zelf geen grens, maar dat lag er ten tijde van de oorlog wel. En misschien na de Brexit weer. En Mr. Devlin, een beetje de uitverkoren man die eigenlijk daar de verkenning zal beginnen, is een getraind parachutist. Hij vertelt zelf vaak het verhaal dat hij één keer in het donker 5 kilometer boven Ierland uit een vliegtuig is gesprongen met parachute. Dus dat is best wel een actie dat je merkt van dit is een goede man voor deze actie. En Radel vertelt dus aan Mr. Devlin van het is jouw taak om daar naar Engeland te gaan, dus zou je dat willen doen? En Radel zegt dan tegen Mr. Devlin van de enige manier om Ierland, weer Noord- en Zuid-Ierland bij elkaar te krijgen, is om Ierland te laten veroveren door Duitsland. En dan wordt het 1 provincie in het Duitse Rijk. En dat is hoe hij Mr. Devlin probeert over te halen. Want Mr. Devlin wil natuurlijk heel graag dat Ierland weer 1 Ierland wordt. Nou, Devlin heeft dan uiteindelijk ja gezegd. En dan gaat Radel langs bij een van de hoge heren van Duitsland om vervolgens te vragen of Kurt Steiner kan worden vrijgelaten. Kurt Steiner is de andere man die eigenlijk noodzakelijk is voor een plan om een plan te gaan laten lukken. Dat lukt. Kurt Steiner mag worden vrijgelaten en de exacte gegevens over waar hij gevangen zit worden gegeven aan Radel. En Radel mag het gaan oplossen met Kurt Steiner. En Radel krijgt dan voor Kurt Steiner volledige autonomie. Dus ze mogen zelf wetten maken, ze mogen hem bevrijden. Ze krijgen een enorme hoge rol om de taak, het ontvoeren van Churchill, maar te laten lukken. Dus elke Duitser moet precies doen wat Radel tegen hem zegt. Waardoor ze alle vrijheid krijgen om hun hele plan uit te gaan voeren. En Radel gaat samen met Mr. Devlin naar het eiland waar Kurt Steiner zit. Waar hij gevangen zit. En daar geeft ze de brief die regelrecht van Hitler komt. Waarin staat dat Radel regelrecht onder Hitler functioneert. Dus dat verder op Hitler na iedereen onder Radel staat. En daarmee kunnen ze Kurt Steiner dan vrij krijgen. Kurt Steiner en zijn mannen hebben een levensgevaarlijke taak door het vervoeren van torpedo's die nog wel eens af kunnen gaan in het schip. Dus dat is absoluut een gevaarlijke taak. En toen zij op het eiland aankwamen waren ze nog met 29 en nu zijn ze nog maar met 18, dus bijna gehalveerd. En nu komt Radel ze dus vanaf dat eiland vrijhalen. En Radel zegt dus tegen Kurt Steiner van jouw taak is vanaf nu dat jij een kleine elite paratroopers naar Engeland brengt en daar Winston Churchill kidnapt en dan terugkomt naar Duitsland. En dan zegt Kurt Steiner, oké, prima. Wat is je plan? Wat is het idee? Hoe gaan we het doen? Dan zegt Devlin na afloop nog tegen Radel, ik hoop maar voor je dat hij het doet. Want de enige keer wanneer dit plan indruk maakt op mij is als ik dronken ben. In de haven van het gevangeniseiland waar Kurt Steiner zat, ligt een e-boot. En dan zegt Radel, dit lijkt helemaal niet op een Duitse e-boot. En dan zeggen ze terug, dat klopt, dit is een Engelse e-boot die wij bijna intact hebben buitgemaakt.
En die hebben we nu een beetje omgebouwd, zodat wij hem nu kunnen gebruiken. En dat is een heel belangrijk deel van het plan. En de kapitein van deze soort e-boot is al veel vaker geweest bij de kust van Engeland. Dus die kent die hele kust een beetje uit zijn duimpje. Volgens mij snappen jullie het plan ongeveer een beetje. En Radel haalt Kurt Steiner dan over doordat hij zegt van... Als deze missie je lukt, dan krijg je je... Als je aan deze missie begint, dan krijg je je rank terug. En dan ben je weer hoog in het Duitse leger. En vervolgens zegt Kurt Steiner dus... Van alle wereldleiders, van alle belangrijke mensen op dit moment... Zal Winston Churchill sowieso de minst beveiligste man zijn. Dus hij zegt... Het zou gedaan kunnen worden. Het is mogelijk. Dit hele plan is mogelijk. Dus 2 weken voordat Radel op het eiland aankwam... kwam Kurt Steiner daar aan met 32 mannen in zijn divisie. Die allemaal gevangen waren genomen. En nu, nadat ze telkens die torpedo's moesten overbrengen... hebben ze de helft verloren. Ze zijn nu nog maar met 16. Want de dag dat Radel aankwam... zijn er weer 2 om het leven gebracht... omdat er iets misging met de torpedo's. Dus dit is eigenlijk de enige kans van Kurt Steiner... om het te overleven. Kurt Steiner zegt dan... ik zal aan mijn mensen vragen... aan mijngene waarover ik leid... of zij het een goed idee vinden. Als zij het een goed idee vinden, dan doe ik het. Dus Kurt Steiner heeft ja gezegd. Devlin heeft ja gezegd. Het plan wordt in werking gesteld... En Devlin moet als allereerst gaan landen in Engeland om de landing van de parachutisten voor te bereiden. Dus een veld uit te zetten waar de Duitse parachutisten kunnen landen. Want er komt natuurlijk een kleine elite van volgens mij iets van 20 mensen komt dan aan. En die landen daar allemaal en die pakken Churchill uiteindelijk. En Devlin krijgt daar 20.000 pond voor. Verder nog een voordeel van Devlin is dat hij heel goed kan fluiten, waardoor honden naar hem gaan luisteren. Dus hij kan honden afleiden met zijn gefluit. En het vliegtuig met Devlin stijgt op. En wat er de rest gaat gebeuren, dat zien jullie allemaal in de volgende aflevering van De Adelaar is Geland. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. En ik zie jullie hopelijk allemaal bij de volgende aflevering. Tot ziens.